vrienden van de Rotary, beste Rotariërs. Dit is Kip Kembo, het foster parents kindje van onze vereniging. Vandaag, tijdens deze benefietbijeenkomst, staat het welzijn van dit kind centraal. Zoals u weet zullen vandaag enkele van uw gul geschonken kunstwerken geschat worden om ze volgende week te kunnen verkopen ten bate van onze Afrikaanse hartendief. En daarvoor hebben wij vandaag een speciale gast. Het is een grote eer voor onze Rotary om... Een klein beetje opzij, dan ga ik even wat goed geven. Beste vrienden van de Jokari, het is een grote eer, werkelijk een groot plezier om een keer voor een sportclub te komen spelen. Want ik zelf ben jaren dus bokser geweest. En van... Uw kameraad kwam eens juist te vertellen dat je ook zo'n klein beetje een serviceclub bent. En ik moet zeggen, wel bon, goed, ik vind dat goed, want like of, net bij tennis is ook bij Jokari de service geweldig belangrijk. Ik moest hier naar wat dingetjes komen kijken waar die je wilt verpatsen ten voordele van een ding voor een negerken dat je aangekocht hebt. Waar is dat manneke? Ah, het is nog in Afrika. Allee, Verrut, dat is hier weer goed georganiseerd. Allee, laat me een kunstwerkje zien, kom. Wel, meneer Hoed, wij willen beginnen met dit te leven. Ons geschonken door notaris. Ah, ik moet die dingen, ik moet kom een schat neer. Allee, goed, ik schat dat dat een minuut, een half minuut geduurd heeft om erover na te denken, dan een minuut of twee om het te maken en dan een minuut om drie om in te zien dat het uiteindelijk op gekloten trekt. Allee, bon, goed, volgende. Ja. We gaan verder met dit origineel icoon uit de 16e eeuw. Oost-Europese kitsch, hè? Dat is er ook, dat is er altijd bij. Je kunt dat kopen in de GB, hè? En dan zijn tegen uw buurt nog op prijs zijn geweest naar Vladivostok. Hè? Ja, maar ja. Allee, en ik moet daar nu een prijs op plakken. Allee, ik had een prijs op plakken. Ik zeg 690 frank. En je zet daaronder cadeaushop De Simpel uit Mariakerke. Dan gaat dat nog misschien kunnen verkomen. We gaan verder met deze zijdeschildering uit Indonesië. Ja, het principe van de vuile zakdoek, dat we zeggen. Weet je wat, jong? Ik pak dat mee naar huis. Doe daar iets mee naar de afwas, hé? Of vervest uw kleinen. Kijk, ik ga er een knoop in leggen dat je het zeker niet vergeet. Meneer Hoed, onze benefiet voor Kip Kembo bevat alleen maar echte kunstwerken. Ik zou zeer oud zelfs. Ik ben bijna zeker van onschatbare waarde. Beste vriend. Als het onschatbaar is, wat sta ik hier dan eigenlijk te doen? Allee. Ja, maar ja, allee, bedoel, als je nu voor dat negerken, als je dat wilt helpen door kunst te verkopen, dan gaat er toch wel met andere marchandise voor de dag moeten komen. Beste vrienden van de Jokari, ik voel dat hier een korte technische exposé op zijn plaats is. Wat ik hier allemaal heb zien passeren. Maar jongens, dat is dood. Dat leeft niet, daar zit geen leven in. Daar zit geen dynamiek in, geen beweging. Kunst is als het ware een ding op de maatschappij, een visie, een blik op de maatschappij, is een platform. Dat is een plateau die... Wacht, hier, kijk, voilà. Zet dat erop. Voilà, dit schilderij, dat is al direct... Dat is, voilà, dat beweegt, dat leeft. En dat is functioneel ook. Voilà, en nu moet ik er goed kijken. Kom ik erin. Blijf ik staan, blijf ik staan. Kunst moet geconsumeerd worden. Voilà. We draaien het, als het ware, in de soep. Voilà, zo. Ziet het? We draaien er rond. En zo krijgt het kunstwerk... Voilà. De dynamiek die het verdient. Voilà, zo. Zie je, en je kunt daar direct een paar honderdduizend frank voor vragen. Zeker en vast. Voilà. Wat denk jij ervan, meneer de Nopper Jokari? Of denk jij niet? Pas op, dat is misschien geen slechte dag, want ik denk dat er al veel te veel wordt nagedacht als ik er zo over nadenk. De mens zou veel beter wat minder nadenken, denk ik. Enfin, het is maar gedacht. He? Voilà, hier, dat bedoel ik. Kijk, dat is dingen. Dat is dynamiek. Dat is dynamiek. Er zit als het ware zit er beweging in. Zo. Dat is ons wapenschild. Het symbool van de Rotary. Symbool. Voilà, symbool. Daar kan ik mee werken. Ik kan dat als het ware verheffen tot hogere regio, tot hogere sfeer kan ik dat brengen. Kijk, voilà, kom ik erbij. Kom ik erbij. Dat is eigenlijk opnieuw. Voilà, zeg. We gaan even... Ja, voilà. We gaan uw kip curry een keer gelukkig maken. Laat ik je gift aan een keer even, kom. Voilà. Poel! Voilà, kunst in beweging geweest is een half miljoen. Voilà, wat zeg ik? Een half miljoen? Een miljoen, twee miljoen, drie miljoen, 200. Het enige wat jij nog moet doen is dat je naar Sotheby's bellen en dat is volgens mij direct, maar dan ook direct in de Charcos. Wat zeg ik? In de Charcos? Geef dan een krimaal aan me. Voilà. Poel!